Ja, vrienden, de vaste volgers die weten het wel, hè? Ja, die weten het wel. Ik heb een ontzettende hekel aan de grachtengordel. Ja, ja, ja. En ik heb weer. Er is weer zo'n staaltje van dédain en van enorme arrogantie ben ik tegengekomen. En dat stond bij hun in het clubblaadje. Ze hebben één clubblaadje is de Volkskrant. Ze hebben dus nog een parool, ook zo'n clubblaadje. Maar ze hebben er nog één. En die heet de NRC. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel volgers die dat blaadje, het clubblaadje, niet lezen. Dus vandaar, vrienden, ik breng jullie even op de hoogte hoe de grachtengordel denkt over, zeg maar, de rest van Nederland. Ja. En ik kan dat dus gewoon niet verdragen, vrienden. Nee. Het maakt mij woedend gewoon. Ja. En daarom wil ik dat even aan jullie doorgeven. Ja, dat jullie wel weten hoe het zit, zeg maar. Tussen zeg maar, de hoofdstad, de grachtengordel en de rest van het land. Nou, daar gaan we dan, hè. Ik ga jullie iets voorlezen. Het gaat dan over de. En dat komt. Dit gaat over de opkomst van de BBB. Hè? Die historische winst van Caroline. Nou, je let even op. En dan zegt iemand. Op de gordel, hè? Op de gordel. En het staat dan in de NRC, hè? Dit. Dan kijk je hier. Stel dat ze aan de macht komen. Staat er dan. Hier, lees mee, hè? Stel dat ze aan de macht komen. Dan gaat die boerenpartij dan meepraten over enorme complexe problemen in de samenleving. Dat vraagt zo iemand zich af, ja. En die zegt dan ook nog erachteraan, dat zou rampzalig zijn. Ja, zeg. Het staat er dus echt, hè, vrienden. Ja, dat is niet te geloven. Maar daar zijn we er nog niet mee, hè. Let op. Nee, let goed kijken wat hier nu staat, hè. Het staat er dus echt, hè. Dan zegt iemand, soms gaat het te snel voor het platteland. Het staat er gewoon, hè? Ja, 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 ja. In de stad zijn we ons er vaak als eerste van bewust wat belangrijk is in de wereld. Vrienden. Maar hier bleef het nog niet bij. Nee, want diegene die dat had gezegd, die zei ook nog even van dat ze moest ineens denken aan carpaccio, weet je wel, dat vleesgerecht. En toen zei ze, ja, dat had je een tijd geleden ineens overal in de stad. Pas later kwam het ook in de provincie. Ja, het is wat, hè. Het is wat. En ze weten niet eens waar de carpaccio vandaan komt. Nee, komt uit mijn geboortejaar, 1950. Ja, dat is ontdekt in het restaurant Harry's Bar, namelijk in Venetië. Ja, en denk je dat zij dat weten? Allemaal op die gordel? Ben je gek? Ben je gek? Maar toch, jullie en mij de maat nemen als zijnde achterlijk achterland. Dat is wat we dan zijn, weet je wel. En het is me allemaal van een stuitende simpelheid. En van een miserige minachting. Dat is het gewoon. Het is het knullige, kortzichtig gedrag. Ik word hier. Ja, vrienden. Ik heb hier eigenlijk geen woorden voor. Nee. En daarom val ik nu stil.